één hoe ik het zeg, een positief, iemand die zeer positief kijkt tegenover de wereld en in elke situatie tracht zo positief op te nemen, zelf in een ziekenhuis belanden, is voor hem geen straf. Integendeel, hij gaat dat proberen ombuigen naar iets. Maar iets positiefs. En ik dacht ook zo op die manier door het leven te gaan. Alles goed? Goed, goed, goed. Hij was een geheimzinnig kind. Hij was een heel geheimzinnig kind. Hij was iemand die... die, ja, een mysterieus, introvert. Zeer introvert. Dus het tegenovergestelde van mij. Nooit geen ruzie gemaakt. Als er een geschil was, dan trok hij zich terug. Dan verzweeg hij. De dingen. Heel merkwaardig, mysterieus. Eigenlijk een heel mysterieuze jongen. Ja. Raadselachtig. Ja, ik raak er nog altijd niet van uit hoe dat hij bepaalde dingen doet. Ik heb 3 kinderen, dus 2 dochters en 1 zoon en ze verschillen allemaal zo 3 jaar. En de derde, Jantje, die heb ik gemaakt wanneer ik teruggekomen ben uit gevangen. Ik zat in de jaren 60, in 69 was er hier opstand van de studenten. En ik was prezes van de studenten. En ik werd opgepakt door de gendarmerie. Ik was van plan een voordracht te geven. En dat werd verijdeld door de gendarmerie. Ze hebben mij meegenomen in het gevangen. En ik heb daar 3 dagen in het gevangen gezeten. Dus niet in het echt gevangen, maar in de gendarmerie. En dan ben ik naar huis gegaan. Ik heb eerst een zakje frieten gekocht. Dan ben ik naar huis gegaan. En dan heb ik... de liefde bedreven met mijn echtgenote en dan is Jantje daaruit gekomen. Zie je? Ja, dat is de. Dat is. Ja. Dus dan waren we natuurlijk heel blij dat het een zoon was, hè, want dat is toch weer iets anders. Ik moet zeggen, de nieuwsgierigheid naar een zoon toe was bij mij in elk geval groter. Ook de onrust. Als een meisje niet goed studeert, dan was ik niet zo ongerust als wanneer Jantje niet goed studeert. En het was net zo het omgekeerde. Mijn dochter studeerde goed en Jantje studeerde niet goed. Dus je kunt denken hoe moeilijk dat is. Ik heb nog 2 oudere zussen. Die ook wel mijn vader van op afstand volgen, maar niet echt in de kunstwereld zo verdiept zijn of ik eigenlijk. Ik ben ook altijd mee geweest met hem, dus ja. Het is eigenlijk een andere situatie bij mijn zussen. Ik denk toen ik 1 jaar of 6 was, zoiets, dan begon ik vaak mee te gaan naar het museum. En ik had er ook mijn eigen bureautje, het was een beetje een grote speelkamer voor mij. Kon ik ook veel tekenen en iedereen liep daar in en uit. Dat vond ik wel een aangename sfeer. Mijn zus is meer zo'n echte vaderfiguur en bij mij is het dan meer gelinkt ook met kunst. Dus het is een beetje bijna een professionele relatie soms dat ik heb met mijn vader. Vrije is gewoon werken. En weet je wat, het is zo dubbel, hè? Want het is klassiek. Het is klassiek geschilderd. Een landschapsschilder en toch is het vrij abstract. Thuis was hij gans anders dan op zijn werk eigenlijk. Thuis was hij heel rustig vaak. Die zei niks of zo. En terwijl dat hij normaal gezien zeer uitgelaten is en zeer extrovert, was hij thuis dan eerder introvert. En kon hij hem bezighouden met een ganse middag in een boek te kijken of een paar klassementen van tijdschriften of zoiets. Daar was hij echt zo heel hard mee bezig dan. En zodanig dat hij eigenlijk er ook niets moest tegen zeggen, want die was helemaal verdiept in iets. Hij was ook niet zoveel thuis. Hè. Als hij per dag 20 minuten of een half uur thuis was, zou dat al veel geweest zijn. Ik was altijd in het museum, maar daar konden we hem ook vinden. Dus dat was eigenlijk wel praktisch voor ons. MUZIEK
mijn vrouw heeft eigenlijk... zij deed het huishouden altijd. En wat de opvoeding betreft... ja, dat liet ik toch meestal aan haar over. Af en toe heb ik ook een keer meegesproken, maar eigenlijk is het toch niet zo affirmatief geweest als het beleid dat ik bijvoorbeeld gevoerd heb in het museum. Dat was veel affirmatiever. Dus maar thuis heb ik mij altijd op de, meestal op de achtergrond gehouden. Maar in thuis zouden we zelf stofzuigen of zo, heb ik hem nooit gezien doen. Ik weet nog dat mijn moeder hem ooit een keer een grasmaaier cadeau deed en heeft hij een kwartier naar zitten kijken van wat moet ik daarmee doen. Dus nee, echt zo daar, zelf een boormachine of zo heb ik hem nooit zien vastnemen. Dat was, ja, dat was voor anderen. En dat is ook vrij schoon, dat is ook een vrij schoon werk. Dat heeft nogal een présence, hè. Ja. Dat is overtuiging, hè. Ja, dat is vrij goed. Vrij goed. Mijn vader, dat was zo een beetje een patriarch. Alles wat hij besliste, mijn vader, en wat hij zei, dat was altijd juist. Dat gevoel hebben wij nu. Misschien is het niet waar, maar in elk geval hadden wij iedere keer dat gevoel, hij weer gelijk. Het altijd gelijk. En dat is niet te doen als kind. Want als kind een vader hebben die altijd gelijk heeft, dan heb je het gevoel dat je altijd maar moet bewijzen. En altijd zoveel inspanningen moet doen om hem te overtuigen van uw gelijk. Dat is onmenselijk. En ik heb dat ook geleerd op die manier. Ik heb ook geleerd van mij daarvan tussen te houden. En niet zomaar mijn stempel daarop te drukken. Heb ik nooit echt willen doen. Zijn vader was ook was een dokter en dat was echt zo de statische man en moest heel juist zijn allemaal. En het schrik om zo'n opvoeding door te geven, denk ik, dat hij hem een beetje op afstand gehouden heeft. En op de moeilijkste momenten stuurde hij wel bij, maar hij liet dat zoveel mogelijk aan mijn moeder over. Dus ik denk ook niet dat hij de beste persoon is om echt op te voeden. Zo van, hij is daar te emotioneel mee bezig ook. Van, hij heeft ook een beetje schrik van dat het verkeerd zou lopen. Hij heeft een enorme schrik daarvan. En dat zie je ook bij mij en mijn zussen. Bij mij, eigenlijk, qua karakter kun je nooit niet denken dat wij familie zijn zelf. Zo uiteenlopend. En daaraan zie je dat we eigenlijk wel op dat vlak ons vrij kunnen ontplooien hebben. Dat is wel plezant, hè? Daar ben ik hem wel dankbaar voor. We zijn ooit een keer samen naar Londen geweest. Als ik een jaar of 16, 17 was. Ah ja, ja. Zijn we 2 of 3 dagen in Londen geweest. En het enige wat hij toen gezegd had, op die 2 of 3 dagen dat we samen waren, was dat ik erop stapte. Daar herinner ik me nog vrij goed als kind. Ja. En we zijn toen naar die tentoonstelling geweest van John Virtue. En zo van die paar dingen gedaan. Hij heeft 2 dagen niets gezegd tegen mij. En ik ook niet tegen u. Nee, voilà. Ja, dat is juist. Maar we hebben ons wel goed geamuseerd, Pijs. Ja, ik heb niet zo... Ja, het was goed. We hadden een goede reis. Ja. Maar ik maakte altijd een reis met de kinderen een keer als ze 18 jaar waren. Hè. Ja. Ik wou toch een klein beetje contact hebben in die brugperiode zo. Van school naar het leven. En dan wou ik toch een keer dichter bij mijn kinderen staan. Dus hij is naar een waarzegster geweest. Ja. En de waarzegster heeft zijn toekomst hier opgeschreven. Maar dus als je als verzamelaar het werk zou kopen, krijg je niet dat, maar stuurt hij u naar die waarzegster. Ja, want ik weet dat ze zo de koffie... In het koffiedek. Ja, Grieks. Voorspellen ze de toekomst, hè. Ik heb al tegen bepaalde verzamelaars gezegd dat de waarzegster is geen relatietherapeut ook. Ja, dat is geestig. Het belangrijkste volgens mij was dat ze zichzelf waren. Dat ze authentisch zijn. Dat ze eerlijk zijn en authentisch zijn. Dat was het belangrijkste. En dat was het geval bij mijn dochters. Dat was niet altijd het geval bij Antje. Wanneer hij thuis kwam en zei, ik heb een goed examen gedaan. En het was 0 op 10. Hij kwam altijd met goede gedachten. Hè? Altijd met prachtige boodschappen. En dan moest je iedere keer vaststellen dat het mis was. Zie je? Dus je weet nooit, je kon er geen goede kant aan krijgen. Wat eigenlijk, wat gaat er daarin om?
Zie je. Of bijvoorbeeld, hij stelt het altijd goed. Hij stelt het altijd goed, ook al gaat hij failliet. Bijvoorbeeld, dan stelt hij het nog goed. Hij zegt, mensen lief, wat moet er daarvan komen, wat moet er daarvan geworden? Zie, dan heb je wel schrik. Maar hoe zijn je erop gekomen, op Hannes van Severen eigenlijk? Erik, die heeft nog bij mij gewerkt in het Smakcafé. Ah, zo. Ja, ik heb hem eigenlijk in het Smakcafé leren kennen. Allee, en je wist toen al dat hij... Nee, dat hij zo'n werk maakte of zo? Nee, ik wist dat hij in de academie zat en hij heeft een keer een paar werken getoond. Ben een keer naar zijn, waar dat hij werkte toen, heb ik een keer naar zijn atelier geweest. Ah, zo, ja. En dat hier moet oprijden, denk ik. Ja. Hier is het. Ja. Schoon, een baksteen, zeg. Dat is niet ongelooflijk, hè? Ja, plezant, hè? Dag, Jan. Prachtig, Janus. Schoon, hè? Schoon, hè? Ja, hè? Formidabel, hè? U had leer hier allemaal. Ja. Allee, ongelooflijk, ja. En dat thuis is ongelooflijk ook, hè. Vaderschap is een ongelooflijk moeilijke... Een moeilijke opgave. Het is de moeilijkste opgave die je kunt hebben als vader. Zeker in een maatschappij... waar de normen... veel meer uitgaan van de vrouw... dan van de man. De 10 geboden, als je het wilt... die gaan uit van de vrouw. Volgens mij gaat dat uit van de vrouw. Ook al is het Mozes die dat uitgebracht heeft. Maar volgens mij is het, is het op grond van de intuïtie van de vrouw. De intuïtie van de vrouw. Die dat dirigeert. Die dat leidt. En de grootste gangster kan nog altijd bij zijn moeder gaan. Kan nog altijd verstaan. Bij een vrouw terecht. Een slechte schilder kan nog altijd bij zijn tante. Ik vind, vader zijn een bijrol, ja. Dat is een bijrol. Dat is een begeleidende vorm. Een begeleidende vorm van leiding. Ik ben vader geworden op mijn 23e. Dus was nog vrij vroeg. Ik weet nog, toen de eerste persoon die ik gebeld heb, was mijn vader. En ik dacht van, ja, naar mijn moeder durf ik niet bellen, want... ja. Ik was ook niet getrouwd of zoiets, dus dat was allemaal niet zo echt gepland ook. En ik zei tegen mijn vader, ja, ik ga vader worden. En mijn vader zei toen tegen mijn vriendin die ik toen had, zegt hij, zei er gelukkig mee? En zij zei ja, dat is geen probleem. En dan begon weer over kans te babbelen. Dus dat was eigenlijk, ja, die ging daar inwendig, heb ik wel achteraf gehoord dat hij... Dat hij daar vrij nerveus over was, maar gaat dat wel goed aflopen. Maar tegen mij heeft hij daar op een goede manier op gereageerd eigenlijk. Mijn jongste dochter noemt Marten. En mijn vader zijn bezemel in Duitsland noemt Marta. Er is wel een beetje een link natuurlijk. Maar ik denk toen dat hij de naam gekozen heeft, dat hij nog niet de naam van mijn dochter van buiten kende. Mijn dochter vond het natuurlijk leuk. De eerste keer dat ze in Herford kwam, ziet ze daar in het groot... haar naam staan, dacht ze, en zegt ze van, hij is zo tof van Bompa dat hij mijn naam op dat museum gezet heeft. En dat zijn de nieuwe sculpturen daar, hè? Ja. Dat zijn de nieuwe. Ja. En hier, magnifiek is dat. Ja. Zo'n hele serie. Ja. Maar ik vind dat mooi om ja, zo goed, er veel bij in te tonen, maar toch blijft dat rustig, vind ik. Ja. De dien op zichzelf is een melancholie ook, hè? Ja. En zo iets melancholisch, zoiets natuurlijk. Ja. Prachtig een atelier, jong. Je gaat er kunnen werken, hè? Ja. Ik kon daar vrij goed mee omgaan met de kritiek. Want er is echt absurd veel kritiek geweest. Zeker in de jaren 80. Begin de jaren 80 was dat echt bijna dramatisch. Dan mijn zus kwam af en toe thuis al wenend dat er iets gezegd geweest was. Over hem of zo. Ze was 12 jaar oud en ze kwam naar huis al wenend omdat er in de krant, omdat de lerares toespeling had gemaakt, ingespeeld had op de commentaren in de pers op mijn aankoop van Panamarenko.
En die lerares had daar, over mij gesproken, in een negatieve zin. Nogal negatief over mij, zich uitgedrukt. En Marianne zat er in haar klas, dus, en die zag er eigenlijk vanaf. En die kwam naar huis en ik zeg, ik ben dan naar school gegaan. Ik zei, dat mocht je niet doen. Ik zei, dat is verkeerd. Ik zei, jullie kennen dat niet, die materie. Daar moet je u ook niet over uitdrukken. Verstaan wat we doen. Wat dat ook niet gemakkelijk was. Maar ik heb daar toch ingegrepen. Zie je, zodanig dat mijn dochter weer de kracht kreeg. Ja, om gerust gemoed terug naar school te gaan. Zie je? Bij mij ging dat een oor erin en het andere er weer uit. Maar we werden soms op een andere manier beoordeeld. Zeker door de docenten dan die een beetje nijd hadden of... Ja, wat kan het dan al zijn? Ik ben dan daarna nog een keer naar de kunstenmajora gegaan. En daar was het natuurlijk extreem erg, want ja, wie geeft er les in België in artistiek onderwijs? Dat zijn meestal natuurlijk kunstenaars die een beetje gefrustreerd zijn dat ze niet als kunstenaar aan de bak komen en daarom lesgeven. Dus dat is een beetje jammer soms. En ik herinner mij de eerste dag op school in die academie. Dus iedereen zegt zijn naam, iedereen moest zich voorstellen. En ik zei, ja, ik ben Janut. En die docent zei direct, als je denkt dat die rest voor te komen lachen, ga maar een beetje op de gang gaan staan. Dus en ik stond dan op de gang. De directrice, die ik wel goed ken, die zei van, wat doe jij hier al op de gang? 1 september, het eerste lesuur. Ik zei, ik heb wel mijn naam gezegd, ik heb nog niets gedaan. Dus dat is eigenlijk wel plezant. Hey, dat zegt meer over die leraars natuurlijk dan over ons. Maar er is veel kritiek geweest. En ook leraars die zeiden van, kijk, ik laat u erdoor als je vader een keer een tentoonstelling van ons werk kan doen en zo. Dus dat is allemaal gebeurd. En, maar ja, als je daar niet aan stoort, is dat eigenlijk niet zo erg. Is dat eerder grappig dan echt een probleem. Op een bepaald moment ben ik begonnen als kunstenaar. Dat was natuurlijk een heel slecht idee. En hij mocht het eigenlijk zelf niet goed vinden. Hij vond hij zelf van, gewoon, ook al had het hij goed gevonden, kon hij daar niets mee aanvangen. Hij was directeur in Gent, in het museum. En ja, het is voor je het uitgesloten dat hij ooit een werk van mij zou kunnen tonen dan in dat museum. Dus. En dan heb ik echt zo wel proberen via allemaal sluipwegen van onder zijn vleugels te ontsnappen. Om dan toch eigenlijk te merken dat kunstenaar zijn iets voor mij was. En dat is eigenlijk wel plezant ook, want hij heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt. In zijn jeugd dacht hij ook plots van, ik ben hier kunstenaar. En dat was ook bij hem blijkbaar een dwaalspoor, waar dat hij ook van teruggekomen is. We hebben alle twee een beetje van dat we liever met kunstenaars omgaan dan kunstenaar te spelen of te zijn. Ik heb een aantal werken die ik gemaakt heb aan hem getoond. En ik denk dat het maar één keer is, en dat is door een toevalligheid dat hij het ergens zien hangen heeft. Hij wist zelf niet dat het van mij was, dat ik weet dat hij het goed vond. Maar de werken die ik hem echt getoond heb, dat ik zei van, dat is hier van mij, heeft hij nooit niet echt goed gevonden, denk ik. Allee, ja, heeft er ook nooit niet positief op gereageerd, eigenlijk. Mijn moeder zei altijd van, had beter de zoon geweest van de melkboer, dan had hij gewoon artiest kunnen worden. En dat is natuurlijk niet zo geweest, ja. Ik was overtuigd dat hij graag naar Trit zou gegaan zijn, bijvoorbeeld. En dan na 3 maanden zag ik dat ging mislukken, bijvoorbeeld. En ik zei, man, ze lief weer al. Hetzelfde met café in Smak. We dachten dat het goed ging. En het was boom, weer. En dan dacht ik, mamma mia, dat is wel... Niet gemakkelijk, hè? Nee, zeker niet. Maar ja, ik heb ook lang niet kunnen doen wat ik wou doen, hè. Allee, nu met die galerij ben ik veel rustiger en ben ik veel... Ja, dat is waar, ja. Dat is eigenlijk hetgeen dat ik altijd wou doen ook. Vanaf het moment dat ik gestopt ben als kunstenaar, dat is nu ongeveer een 15 jaar geleden, denk ik, zo, ja, zoiets, had ik het idee van een galerij te beginnen. Maar natuurlijk, zolang dat mijn vader ook terug in Gent zat, vond ik dat een beetje moeilijk of een beetje riskant van mij daaraan te wagen. Ik wou ook zo een beetje de vrijheid hebben van naar het publiek toe ook. En hij heeft er nooit niet achter gestaan, ook achter dat idee, dat weet ik. En ik heb hem gewoon op een bepaald moment heb ik het voor mijn eigen de knoop doorgehakt. Van ik ga het nu beginnen en eigenlijk heeft hij gewoon een uitnodiging gehad voor de opening. Dus ik heb niet op voorhand met hem gaan babbelen van ik zou dat tonen of ik zou dat tonen en hij stond plots voor de voldongen feiten en dat vond ik ook de beste oplossing. Is het u n'existe pas, dis-moi pourquoi j'existerai.
traînais dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. We kennen elkaar vrij goed, denk ik, zonder veel woorden. En als we elkaar dan ontmoeten, weet hij eigenlijk direct van, ah, Jan is een, of Junior is een beetje droevig, of Junior is een beetje dit of dat. Hij voelt mij wel goed aan en hij kent mij wel goed, denk ik. Hij kan dat niet verdragen als het niet goed gaat. Hij heeft me nog ooit keer in een interview heeft hij gezegd van, als mijn zoon belt, durf ik bijna niet opnemen, omdat ik schrik heb dat slecht nieuws gaat zijn voor het een of het ander. Ik kan er echt niet mee omgaan met negatieve emoties, kan hij moeilijk omgaan. En hij is ook niet, denk, misschien omdat hij weet dat hij daar weinig aan kan veranderen ook. Van, of dat hij misschien dan toch een beetje schuldgevoel heeft over die opvoeding die hij niet, waar dat hij niet nauw bij betrokken was. Dat ze ook een, maar in ieder geval, als het over mij gaat of zo, of als ik zoiets persoonlijk zou zeggen, dan ontwijkt hij dat en gaat hij over iets anders beginnen. Nee, maar ik kan niet. Moet ik je het soms laten uitspreken, hè? Omdat ik al weet wat ik ga zeggen. Ja. Ja, maar ja, dan mocht dat niet vanuit gaan. Hè? Ja, wel, ik ga er vanuit soms. Ja. Ja. Ik ga er misschien te veel vanuit. Maar. Ja. Het is af en toe juist, hè? Bepaalde dingen, bijvoorbeeld dat hier, dat zou ik nooit doen. Nee. Dat weet ja. Ik, hè? Ja. Voilà, dat weet ik. Voilà. Maar ik ook niet, normaal. Ah ja, ah, voilà. Ah. Nee, maar dat is, die zomertentoonstelling is iets wat we iets willen maken in Gent ook, dat toegankelijk is. Maar ik weet niet, pas op, het kan zijn dat dat een goede kunstenaar is. Hè? Dat is Pieter Vermeersch. Ah, dat is een goede kunstenaar. Ja. En een vrij goede kunstenaar. Kijk maar met Danny. Geleidelijk aan door al zijn ziektes en zijn opnames in het hospitaal en zo, heb ik een beetje afstand kunnen nemen ook van hem. Heb ik een beetje kunnen aanvaarden ook dat hij er plots niet meer gaat zijn. Ik ben heel veel ziek geweest, ja. Ik ben heel veel ziek geweest zelf. Dat is begonnen eigenlijk. De eerste keer is dat met heb ik kanker gehad. Hè? Dus nierkanker gehad. Dan waren er zelfs veel artsen die dachten dat ik het niet meer ging halen. Dat het gedaan was. Dat was ik ongerust, ja, maar dat is normaal ook. Hè. Ja, normaal, ja. Dat is iets zeer menselijk. Hè. Ja, ja. Je hebt er geen vat op. Hè. Nee. En, maar zelf weet hij vrij goed van, dat is de limiet. En nu nog beter waarschijnlijk dan vroeger. Ja, natuurlijk. Hè. Dus je leert je eigen ook beter kennen. Een nier van mijn kinderen, dat zou ik nooit willen. Zoals je weet, Marianne heeft het zelfs voorgesteld, ja, eventueel. Onkel Jeff heeft mij ook nog een keer gevraagd op dat is de ideale operatie, je hebt dezelfde bloedgroep. Maar ik heb ook zoiets van, moest het alleen maar de nier zijn bij u? Ja. Dat iets aan mankeert, zou ik misschien nog zeggen. Van, allee. Maar het is niet alleen dat, hè. Nee, dat is waar. Dus, en ik pijs dat ik ook mijn nier nog ga nodig heb. Ja, voilà. Dus dat is ook, maar ik ook, hè. Voilà, ja. Ik heb wel ook gezegd tegen Jeff. De chirurg, hè? Ja. Ik heb ook gezegd, nee, dat doe ik niet. In geen geval. Zeker niet van mijn kinderen. Omgekeerd zou ik het doen. Omgekeerd zou ik bijvoorbeeld een nier aan mijn kinderen geven. Een oudere generatie naar jongeren, ja, dat is iets anders. Ja, een ander verhaal. Iets anders. Wat ik zou missen als hij er plots niet meer is, aan hem zeker, ja, ik weet niet, maar in mijn leven inhoudelijk denk ik niet dat ik met een gemis zou moeten leven. Ik ben iemand die daar denk ik vrij goed mee om kan gaan. Ik ga niet treuren omdat hij er plots niet meer zou zijn. Want is ook iemand door al hetgeen dat hij verwezenlijkt heeft, blijft hij natuurlijk leven voor een stuk. Hè. Dat is natuurlijk het voordeel dat wij wel hebben. Van, je kunt dan een keer naar het smak gaan, al die vrienden van hem lopen er ook nog rond, die kunstenaars die hij mee bezig geweest is, die hem goed personen kennen, die zijn er ook nog, dus eigenlijk bestaat hij sowieso nog. Je kunt er niet onderuit, dus dat is wel plezant eigenlijk, dat zo dat voordeel hebben, dat hij veel verwezenlijkt heeft en dat er veel achterblijft ook van hetgeen dat hij verwezenlijkt heeft.